Noor, we zijn hier in het Van Abbe Museum bij de tentoonstelling The Making of Modern Art. En eigenlijk is dit een reis door de geschiedenis van de moderne kunst. Wij hebben ontzettend veel afleveringen gemaakt over moderne kunst, dus ik ben heel benieuwd wat jij hier allemaal herkent. Oh, dit wordt een soort feest der herkenning, deze episode. Een soort van tussentijdse toets. Oeh, daar word ik altijd een beetje zenuwachtig van. Nou, laten we bij... Wat zien we daar? Mag zeker niet naar het bordje kijken nu. Nee. Mondriaan, dat is niet... Helemaal goed. Eén is echt en één is nep. Ik heb wel een idee, denk ik. Maar zullen we het antwoord pas verklappen in de opname straks? Zeker. Oké. Jan Sluiters. Heel goed. En? Welke stroming? Het luminisme, het Heel licht. Goed. En het pointillisme met de stipjes en de streepjes. Ja. Echt mooi. Ik ben echt fan van Jan Sluiters. Ik ook. Waanzinnig werkje weer. Ja, dit is onmiskenbaar. Charlie, toehop. Ik kan er nog steeds niet naar kijken. Ik kan het gewoon niet. Het is zo streng. Ik snap dat niet. Ik vind het zo krachtige blik. En ze kijkt je echt recht in de ziel. Ik vind het echt fantastisch, Torrel. Ja, de ziel is toch gewoon, dat is iets privés. Ik vind het toch, ik deel best wel veel over mijn leven. Maar ik vind hoe zij me aankijkt. Heb jij wel een ziel? Nou zeg. Kijk, zeg kom. Jij. Mafkees. Ah, nou weer in de Russia. En dat is een leuk verhaal, want wie is dat nou? Dat is Gertruda Stein. Die kan ik niet herkennen, toch? Nee, die kan je herkennen, want dat is het origineel, dit is ook een kopie, is van Picasso. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar Gertruda Stein was echt een hele progressieve, lesbische vrouw in Parijs. En die gaf alleen maar feesten. En alle kunstenaars kwamen naar haar toe. En zij zag precies wie de goede kunstenaars waren. Want zij was gewoon echt zo'n powervrouw in die tijd. Dat mag je niet zeggen. Je mag niet powervrouw zeggen. Waarom niet? Omdat niemand ooit powerman zegt. Jawel, Superman. Andere discussie. Gedist. Maar dit was haar woonkamer. En als je een beetje die werken herkent, dan zie je Degas, Matisse, Picasso. Echt waanzinnige collecties had zij. Toen ik mijn huiswerk aan het doen was voor deze aflevering, toen kwam ik dit werk tegen met een bijbehorend artikel waarin een interview was met een van de allereerste portieren die hier in het Van Abbe Museum werkte. En die vertelde dat toen ze dit werk aankochten, liggend naakt, het was een heel duur werk, destijds 3500 gulden, van erg wie? Trots op, van Jan Sluiters, mijn favoriet. Maar dat als er kinderen kwamen, dan werd een van de portiers, die moest dan, hup, werd het museum ingestuurd, die moest gaan rennen en snel dat werk van de muur afhalen, want de kinderen mochten het niet zien. Ja, liggen maakt. Ja. Heel schok, heel sub. Nou, vind ik een leuk verhaal. Oprecht. Het is een beetje alsof ze in een wolk van dekbed ligt. Ja, en dat paarsblauwige, dat ze over haar bleke huid gaat. Het is echt... Nou, Noor, ik vind dat je echt met vlag en wimpel bent geslaagd voor de test. Je hebt ontzettend veel geleerd, merk ik, de afgelopen 12 afleveringen. En ik ben echt trots op je. Dank. Want dit was voorlopig de laatste aflevering van deze podcast. Dat kan mijn kleine nichtje ook. Aflevering 12, daar zijn we in het Van Abbe Museum. Een reis door de moderne kunst. En goed, we komen vast binnenkort terug op een manier. Dat weten we nog niet hoe. Maar er is nog genoeg te bespreken en te doen en te zien. We zijn echt nog lang niet klaar. Doei!